Het is altijd een brouwerij geweest hier aan de haven. Het was een hele belangrijke brouwerij samen met de Drie Hoefijzers en Oranjeboom voor de Bredaarse stad. Die het toevoer van alle bieren deden. En nou hebben wij het gelukkig kunnen oppakken door de geschiedenis. Breda Nu. Je weet het meteen. Brouwerij Witte Anker sloot begin 20e eeuw haar deuren. Maar sinds 2 jaar is er weer leven in de brouwerij. Op 28 maart was de release van alweer hun 5e bier. Het is bij ons eigenlijk allemaal begonnen met onze Hop Wit. Dat was ons allereerste biertje. Dat is dus een wit bier. Klassieke stijl. Maar we hebben dit bier wel gebrouwen volgens het reinheidsgebod. Dat is dus een Duits gebod dat je geen additieven toevoegt aan jouw brouwrecept. Dus dat bier is echt gebrouwen met alleen de basisingrediënten, de mouten, de hoppen, water en uiteraard de gist. Onze brouwerij, of in ieder geval niet onze brouwerij, maar brouwerij Witte Anker bestaat al sinds 1650 plus minus tot eind 1900. Of tot begin 1900. Toen is het helaas op de fles gegaan. Het is altijd een brouwerij geweest hier aan de haven. Het was een hele belangrijke brouwerij samen met de Drie Hoefijzers en Oranjeboom voor de Bredaarse stad. Die het toevoer van alle bieren deden. En nou hebben wij het gelukkig kunnen oppakken door de geschiedenis. En waarom hebben jullie besloten om nieuw leven te blazen in deze brouwerij? Nou, omdat Doc zit hier in de haven. We hebben natuurlijk met z'n allen veel met Doc. Die brouwerij zit echt een paar panden verderop op nummer 4. En wij wilden graag die verbinding met elkaar weer leggen. Nou, onze saison is dus het type saison. Dat is de naam wat staat voor een bier. Wat eigenlijk van oudsher een seizoensbier is geweest. En nog steeds overigens. En dat is ook een aparte giststijl. Deze gist is als enige gist in staat om alle restsuikers uit te vergisten. En daardoor krijg je een heel erg droog en vooal verfrissend bier. Hans en ik die hebben allebei bier- en fermentatieprocessen gestudeerd in Middelbeke, dorpje naast Gent. Wij zijn er echt opgeleid als klassieke Belgische brouwers. Wij hebben bijvoorbeeld les gehad van Peter Kronenberg, de oude brouwmeester van Stella Artois, wat iedereen wel kent. En hij heeft ons echt geleerd om klassieke stijlen bier te brouwen. En dat laten we ook terugkomen in het Witte Anker. Wij zijn wel jonge guys, dus we willen een beetje onze eigen twisten wel aan doen. Maar aan Witte Anker kan je gewoon verwachten, klassiek Belgische stijlen bier. Okay. Goed. En wat geeft nou jullie Witte Anker bieren de Witte Anker touch, om het zo maar te noemen? Ja, dat zeg je heel leuk. Wij proberen altijd inderdaad een touch of een eigen twist aan onze Witte Anker bieren mee te geven. Wij brouwen wel klassieke stijlen, zoals je misschien ook ziet aan onze biernamen. Hop Wit, Blond, Saison nu, Triple en Quadruple. Dat zijn natuurlijk allemaal eigenlijk Belgische traditionele bierstijlen. Maar wij doen het wel altijd ons best om in het brouwrecept of iets in de mout of met de hoppen een wat modernere touch eraan toe te voegen. Breda Nu. Je weet het meteen.